Oké, Ellen, dit heb ik aan jou te danken. Ik ga nu in de Maas springen. Het is geen 30 graden meer. Ik hoop dat ik geen blaasontsteking krijg, maar ik ga het gewoon doen. Ik ga geen mensen meer nomineren, behalve hun eigen husband Ed. En die is vorige week al in het water gevallen per ongeluk. Maar er zijn opnames van, dus die heeft bij deze de challenge al beantwoord. En als tweede nomineer ik onze Maggie. En als tegenprestatie verlang ik dat als zij niet binnen 48 uur in natuurwater springt, dat ze op de eerstvolgende wedstrijd een podiumplaats loopt. En als laatste nomineer ik Whoopi. Als die niet binnen 48 uur in natuurwater springt, dan loopt zij op de eerstvolgende wedstrijd een foutloos rondje binnen de tijd. Nou, daar gaat hij dan. Die heeft de belofte gelijk ingelost, dus je hoeft geen podiumplaats te lopen. Kijk, dat is een Whoopi, die hoeft geen foutloos rondje te lopen. Die kan gewoon blijven dollen op de wedstrijden. Oh, wat ge... Wow. Was het een keer diep, Ed? Thank you.